Goedemiddag, u spreekt met Venna van GGD Regio Utrecht. Goedemiddag, GGD Regio Utrecht. GGD Regio Utrecht, goedemiddag. Wat kan ik voor u doen? Als je in Utrecht belt met een coronavraag, dikke kans dat je dan hier uitkomt. Ze krijgen van alles binnen. Ja, het is heel handig om even te kijken bij Wijze Prijs voor naar het land waar u naartoe gaat. En deze week hangen er ook veel ouders en kinderen aan de lijn. Wat kan ik voor je doen? Ik krijg wel regelmatig ouders aan de telefoon die graag een afspraak willen plannen voor een vaccinatie voor het kind wat nu aan de beurt is. Met veel verschillende vragen, uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld, mag mijn kind zwemmen na de vaccinatie? Is dat mogelijk? En wat zeg jij dan? Dan zeg ik ja, dat is goed. Dat mag natuurlijk. Het is goed om je armen te bewegen nadat je geprikt bent. Goedemiddag GGD Regio Utrecht. Je spreekt met Madelief. Mag je je ouders meenemen voor een prik? Doet die pijn? Moet je net als een volwassene 15 minuten wachten na het vaccineren en mogen broers en zussen tegelijk komen? Op al die vragen hebben ze hier antwoord. Sommige zijn wat lastiger, dan komt zij helpen. Als er moeilijke vragen zijn, als mijn collega's er niet uitkomen, ja, dan kom ik even te hulp om te helpen om toch tot het goede antwoord te komen. Heb je daar een voorbeeld van wanneer jij nodig bent? Als iemand bijvoorbeeld een ziekte heeft die niet zo heel vaak voorkomt en dat ze dat toch willen weten van is dat dan wel veilig om dat vaccin dan te geven, dan is het toch fijn dat er een arts even meekijkt naar die specifieke ziekte. Ze is heel blij met al die telefoontjes en om ook zoveel mogelijk jongeren te helpen heeft ze nog iets bedacht. Tips voor wanneer jij je laat vaccineren. Op TikTok geef jij ook antwoorden op vragen. Wat voor vragen behandel je? Bijvoorbeeld mijn laatste vraag ging over prikangst. Dus als je prikangst hebt en je moet gevaccineerd worden, wat zijn dan tips? Tips voor prikangst wanneer jij wil laten vaccineren. Plan een afspraak om in de ochtend geprikt te worden. Zo hoef je niet de hele dag er tegenop te kijken. Eet en drink genoeg van tevoren. Zo voel je je fit. Kom op tijd. Zorg dat je even rustig aan de omgeving kan wennen. Moet je ouders en kinderen nou vaak geruststellen hier? Ja, het levert gewoon heel veel vragen op, prikken en vaccineren. Dus ja, we moeten af en toe wel kinderen, maar ook ouders geruststellen. Met goede informatie, maar ook met bijvoorbeeld mijn filmpjes. Ik spreek met Amber, waarmee kan ik u helpen? Nu krijgen ze vooral belletjes van wat oudere kinderen die geboren zijn in 2006. Later deze week mogen ook jongere kinderen een vaccinatieafspraak maken.